zit een poes in de doos. Ah, hebben jullie mij eens poesje opgestuurd? Hoi, welkom bij de allergrootste unboxing die ik ooit heb gedaan. Ik heb een leuke aankondiging in deze video. Ik heb namelijk heel veel dozen gekregen van een nieuwe partner waar ik mee ga samenwerken op mijn Twitch kanaal, op mijn YouTube kanaal, Instagram. Overal, ik heb een nieuwe sponsor. En die sponsor is... Tromroffel. Trust Gaming. Yay! We zijn weer herenigd. Na een jaartje uit elkaar te zijn geweest, hebben we elkaar zo erg gemist dat we weer samen zijn. En ik heb een lijstje doorgegeven van alle producten die ik graag wil hebben, zodat mijn setup helemaal clean is en helemaal allemaal hetzelfde. En dat ga ik nu unboxen voor jullie. De spullen ga ik ook gebruiken en testen. Dat wordt een andere video. Maar voor nu, vandaag gaan we hem lekker unboxen. Ik ga eerst de dozen erbij pakken. Imagine even hoe groot hij is. Op Instagram heb ik ook een foto geplaatst met de dozen al 2 weken geleden. Die kan je zien dat ik er bovenop lig. En Nagini kwam ook, die had er ook de hele tijd bovenop. Oké, laten we gewoon beginnen met de eerste doos. En Nikki kijkt echt zo van, oh mijn god, dit gaat sowieso fout. Oké, de eerste doos. Kijk, deze doos heeft gevuld zijn. Tot de nok toegevuld. Laten we... De doos heeft geen nok, hè, maar heel helemaal niet. Nikki! Ik ben hier gewoon. Jij bent een soort commentaar. Ja, live commentaar. Ja. I like it. Mag wel. Oké, de eerste doos die ik eruit pak. Oh ja, dit vond ik echt. Deze kwam ik tegen op de website. Dit is een koeler voor je laptop. Mijn laptop wordt af en toe heel warm. Ik heb nu net een nieuwe, dus ik weet niet zo goed hoe warm die wordt. Maar er komen warme tijden aan. En dan is het heel belangrijk om een laptopkoeler te hebben. Zodat je lekker kan blijven laptoppen zonder dat je bloedhete handen krijgt. Dus vandaar dat ik deze heb besteld. En dit is de Trust Gaming Kuno Cooler, Cooling Stand. Kuno heet die. Heel leuk. Ik ben hier nu al... Ik was alweer vergeten dat ik deze besteld had. Maar goed. Nagini. Zij duwt dadelijk die doos... Die kast is net zo dom als jij bent. Ik duw dadelijk die doos zo over mij heen. Zou je nou niet iets doen met die doos? Ja, goed zo. Ik laat het grootste stukje voor later. Dan heb ik... Oh ja, deze wist ik nog wel dat ik deze had besteld. Dit is de Trust Gaming Cobra. Dit is namelijk een in-ear. En dat vind ik zo fijn als ik geen zin heb om een grote headset op te hebben met gamen. Maar niet met alle games heb ik dat nodig. En dan soms heb ik mijn haar echt mooi gedaan. En dan moet die grote... Laat ze met rust, Nagini. Laat de spullen met rust. Dan heb ik net mijn haar gedaan en dan wil ik het niet verpesten met zo'n grote headset erop. En dan is deze in-ears zijn echt super handig, denk ik. Ja, deze heet dus de Trust Gaming Cobra. Oeh, ja ja. Deze is nice. Dit is de een muismat van Trust met RGB light. Maar het is wel een flexible muismat. Dat vind ik het fijnste. Vind ik fijner dan een harde muismat. Maar hij heeft dus wel een randje die het licht geeft. Ja, het wordt één groot kermis op mijn bureau. Want ik heb heel veel met RGB's besteld. Kijk, zo kun je een beetje zien hoe het eruit gaat kunnen zien. Zie je grote muismat. Het is de Glide XXL RGB mousepad van Trust Gaming. Ik hoop heel erg dat mijn camera het volhoudt. De grootste doos uit deze eerste doos is de Titan. Nou ja, dit is uiteraard een speakerset voor op mijn bureau. Het is de Trust Gaming Titan 2.1 en het is RGB Illuminated. Ik zeg het vast niet goed. In ieder geval, ik heb op het moment geen speakers en ik merk dat ik niet altijd, als ik niet aan het gamen ben, als ik niet aan het streamen ben, dan luister ik best wel graag muziek. En ik heb vrijwel geen speakersound, alleen van mijn beeldscherm. En dat is toch geen mooi geluid. Dus deze komt heel erg van pas. Ik heb wel in het verleden ook al een Trust Gaming speakerset gehad. Die heb ik inmiddels niet meer. Volgens mij heb ik die weggegeven.
Dus tijd voor een nieuwe. Heel cool. Dan gaan we naar de tweede doos. Daar gaan we. De tweede doos. Als eerste pak ik deze er even uit. Dat is de laptop hoes van Trust Gaming. Ik heb natuurlijk een laptop en ik heb heel vaak geen hoes eromheen. En hier heb ik dus een nieuwe hoes. En dan is die meteen, ja, ik vind deze echt super chic. Het is een beetje zo van dat zachte spul. Dus dat als je hem laat vallen, dat hij niet meteen helemaal kapot is. Ja, mooi. Ik ben heel blij. Dankjewel, Trust. Dan gaan we denk ik naar het belangrijkste wat hierin zit, denk ik. En dat is de headset. Ik heb gekozen voor de Trust Gaming Samak. Ik vond hem er heel chic uitzien met lederen oorkappen en een adjustable headband. En deze, de microfoon, kun je ook eruit halen. Dat vind ik altijd heel fijn, omdat ik een stream microfoon gebruik. Dus deze kon er ook uit. Ja, dit is dus de Samak Gaming Headset GXT414. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Hij is multiplatform, dus je kunt hem ook op de PS4 of op je Xbox gebruiken. Zelfs op je Switch. Gesproken over een streaming mic, heb ik uiteraard ook een streaming mic. Dit is de Firu. Hopelijk zeg ik het goed. De Firu, Trust Gaming Firu. 4-in-1 microphone. Ja, deze is vergelijkbaar met de mic die ik nu heb. Ik vind het vooral belangrijk dat ze zo'n, hoe zeg je dat, zo'n pattern hebben. Dat je als je ervoor zit, dat je de beste geluid hebt. Dus niet als je er aan de andere kant van spreekt. Dat die daarop, ja. Er staat ook op, recording patterns zijn er 4. Hij is ook in kleur veranderbaar. Perfect voor streamen. En hij kan ook muten. Altijd handig. Ja. Oh ja, hier heb ik, hoe heet het nou? Cardioid, denk ik dat het is dat ik bedoelde. Cardioid. Maar je kan hem ook gebruiken als je aan de andere kant ook geluid wil hebben. Dan zet je op een andere pick-up pattern. En dan doe je bijvoorbeeld bi-directional, of stereo of omnidirectional. Het kan allemaal. En het is USB-A. Er zit een poes in de doos. Oh, hebben jullie mij eens poesje opgestuurd? Dan heb ik nog een gaming muis uiteraard. Bij die prachtige XXL muismat had ik ook uiteraard een nieuwe muis nodig. Ik heb een hele... ik wil bijna zeggen sexy, maar heel smooth is deze. Weinig tierenlantijntjes op een muis, dat vind ik eigenlijk het mooist. Deze heet de Trust Gaming Kudos voor pro gamers. Nou, uiteraard voor mij weggelegd. Deze, nou, hij heeft een hele hoop functies, zoals een 15.000 dpi sensor, programmable buttons, 7. Dus je kunt 7 extra knopjes gebruiken. Heel veel RGB kleuren en nog advanced software. Dat vind ik ook altijd wel heel belangrijk, zodat ik daar ook een beetje in kan spelen. Ja, deze ziet er echt prachtig uit ook. Ik kan niet wachten om hem uit te pakken. Oh ja, voor mijn headset. Op het moment doe ik altijd mijn headset op het scherm hangen. En daardoor gaat mijn scherm uit. Ze zijn mooi recht bij elkaar en dan gaat er iets hangen omdat mijn headset erop hangt. En Trust Gaming zegt tegen mij... Say no more, we got this. En dit is de headset ophangding. Ja, hoe heet dat? Een headset stand. De Trust Gaming Sandor, een headset stand. Ik vind hem heel chic eruit zien. Heel clean. Dit heb ik echt nodig. Het is gewoon net wat netter op mijn bureau ook. Nou hangt altijd die headset op mijn scherm. Terwijl nu kan ik hem gewoon netjes ophangen. Aan de band. Ja, ik vind deze wel mooi. Hier hoef ik verder niet heel veel over te vertellen. De Sandor. Uiteraard heb ik nog een keyboard. Mechanical keyboard. Yes, yes. De Trust Gaming Asta. Misschien kennen jullie hem. Hij is al even in het... Volgens mij is hij al eventjes in de loop. En hij wordt gewoon nog steeds gemaakt omdat hij gewoon zo goed is. Het is anti-ghosting, direct access media keys. Nou, een hele hoop knoppen heeft het, maar ook geen tierenlantijntjes, wat ik ook net zei bij de muis. Ik wil gewoon een strak keyboard met kleurtjes, uiteraard. Hij heeft 7 kleurcirkels. Cycles. Asta van Trust Gaming. En last but not least. Oh, grapje. Hier zat een laptop sleeve in. Die laptop sleeve heet dus Lido. Deze was er afgevallen in de verpakking. Maar het is dus de Trust Gaming Lido 17,3 inch laptop sleeve. En het is, wat ik al zei, shock absorbing, elastic material en reversible design. Oh, je kunt hem binnenstebuiten doen. Dat moet ik uitproberen. Oh ja.
Kijk, dan krijg je dit teken. Op de, en dan is die gewoon zwart. Ook mooi. Oh, dit is ook chic hoor. Dit is ook chic. Ook mooi. Is het mooi voor mij? Nee, is niet voor jou. Jij hebt al een laptop sleeve. Jammer hè? En zoals jullie zien nog een hele, hele grote doos hier. Maar die is voor een andere video. En toen viel mijn camera uit. En toen viel mijn camera uit. Ik was al bang dat mijn camera batterij net iets te leeg is. Maar het maakt niet uit. Ik had nog één doos. En ik was net aan het vertellen dat ik die bewaar voor de volgende keer. Dit is namelijk een gaming chair. En ja, die moeten we toch wel in een aparte video even in elkaar zetten. Dus die hou ik voor nu even ingepakt. Maar die kunnen jullie dus de volgende keer zien in een nieuwe video. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik heb nog nooit zoveel producten uitgepakt in één unboxing. En ik ga je eerlijk toegeven dat ik dat heel erg leuk vond. Nou, ik heb de spullen allemaal uitgepakt. En nu gaan jullie ze eigenlijk één voor één een beetje voorbij zien komen in mijn aankomende video's. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog. Ook als je blij bent, net zo blij bent met de nieuwe partnership die ik dus heb met Trust Gaming. Het is niet alleen dat ik heel veel producten van hun krijg en die ga gebruiken. Maar er gaan ook leuke dingen komen. Zoals evenementen, dat ik met Trust samen naar evenementen ga. En leuke trips. En dat zorgt alleen maar voor superleuke content met jullie jongens. Voor jullie. Met jullie, voor jullie, wat je maar wil. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan jullie ook, hè? Dankjewel voor het kijken, zeg je dan. En dan zie ik jullie graag morgen bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doeg!